Goedemorgen. Het is weer even tijd terug. Maar ik vond het inderdaad wel weer eens hoog tijd voor een nieuw filmpje. We zien dat er weer een hele hoop shit in de wereld gebeurt. Beurzen die niet eens open gaan om klaarblijkelijk wat rijke stinkers weer hun geld niet kwijt te laten raken. Want oh mijn god, weet wel weer wie dat gaat betalen. Wij natuurlijk, hè. Ik zeg toch wel wij, maar ik niet. Ik betaal niks meer. Een aantal maanden geleden ben ik gestopt met het betalen van mijn rekeningen. Langzamerhand zijn diensten afgesloten en kijken, moet flink wat geld betalen. Leuk voor ze. Zoals ik al zei, ik doe niet meer mee. En ik vraag me ook af waar ze denken bij mij nog geld vandaan te kunnen halen. De spullen die ik thuis nog heb liggen, dat zijn van 90% spullen die ik toch allemaal altijd al van de kraak afgehaald heb. Spullen die gewoon nog goed waren en gewoon nog redelijk eruit zagen met misschien wat krasjes hier en daar. Ja, als het goed is, zal iemand van de week nog hoe heet het? Koelkast, de wasmachine komen ophalen. Dan hebben die ook weer een goed plekje. Voor de rest. Ja. Ik heb geen inkomen. Ik heb tot mei heb ik een WW-uitkering gekregen. Dat ik daarvoor gewerkt heb, vond ik inderdaad ook dat ik daar wel recht op had. Kennelijk heb ik ook recht op een sociale uitkering. Maar niet helemaal, want als je die neemt dan moet je maar weer werk gaan zoeken, zoals het vaak wordt verwoord. Maar het probleem bij mij is, ik wil zonder geld leven. Ik erken geld niet meer. Ik geef het geen fiat om mijn leven te mogen beheersen. Wat het de afgelopen 36 jaar, bijna 37 ondertussen alweer, heeft gedaan. En sinds mei heb ik dus geen geld meer. En zoals je ziet, ik leef nog. Niks aan de hand. Ik kan mijn rekeningen niet betalen. Slash care. Ik zit er echt niet meer mee. Familie zeggen veel van, ja, en je hebt toch afspraken met die bedrijven gemaakt. Ik zeg, ja, nou, dat kan best leuk en aardig zijn. Maar die bedrijven komen hun afspraken ook vaak niet na. Bij mij al een aantal bedrijven die gewoon lopen te kloten. En dan bel je ze op en dan is het weer moeilijk. En dan zeggen ze van, ja, oké, het wordt geregeld, maar dan wordt het weer niet geregeld. En ja, en een beetje moe van, weet je. Maar goed, dat is mijn eigen sores. Natuurlijk is de overheid daar ook niet blij mee. Dus ik heb aankomende woensdag, 12 juni... moet ik voorkomen in de Arnhemse rechtbank om 10 uur.
Ik ben helaas mijn brief kwijt, dus ik weet niet eens of ik wel überhaupt bij mijn eigen rechtszaak naar binnen mag. Ja, ik vind het grappig. Maar ik ben benieuwd wat ze me willen gaan vertellen, dat ik moet gaan betalen. Nou, leuk voor je, ik doe het niet. En dan? Ja, beslag leggen op je salaris. Welk salaris? Waar heb je het over? Ik heb geen salaris. Oh. Mijn spaargeld, welk spaargeld? Rot toch op. Nee, ik zou ze bedanken als ze me een paar weken, een paar maanden, een paar jaar vastzetten, weet ik veel. Het zal wel weer. Dit is zwaardere criminaliteit dan weet ik veel wat. Of zo. Want je naait de maatschappij en zo, bladibla. Maar het lullige is, als de maatschappij mij naait, dan hoor je niemand. En dat doet ze constant. Dat weten we ondertussen, dat weten we al lang. Daar groei je mee op. Dus ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren aanstaande woensdag. Als ze me daadwerkelijk vast gaan zetten. Nou, dan heb ik weer voor een tijdje gratis onderdak en eten. Dus ja, dat is mooi meegenomen. Zoals je ziet, ik zit er niet echt mee. Dus ja, ik vind het lullig voor mijn familie, want die zitten er dan weer wel mee. Heel vreemd. Dus ja. Waarschijnlijk gaan ze erop aansturen van, ja, maar kun je dan niet ergens wat lenen? Ja, dat kan ik, maar dat doe ik niet. Dat kan ik heel goed, maar dat doe ik niet. Ik heb zoiets van, ja, het is belachelijk. Maar hoe ik op dit moment leef, en ook een petje af voor de mensen die me geholpen hebben de laatste tijd. Ja, dit kan ik natuurlijk niet alleen. Eten komt niet uit de lucht vallen. Als je dan gaat zeggen van, ja man, ga toch gewoon werken. Nou, ik werk wel voor mijn kost, tuurlijk. Nee. Ik zeg tegen iedereen die me wil helpen, nou, kan ik jou dan terughelpen? Ja, ik heb mijn broer even een tijdje gezeten. Hij heeft een eigen moestuintje, hij heeft zijn huis. Dus die kan ik daarmee helpen. Dat is niet zo moeilijk. Andere vriend van me, die heeft ook een tuin. Moest nodig opgeschoond worden, dus nou, daar heb ik mee geholpen. Is nog niet helemaal af helaas, maar goed, dat gaat nog wel komen. En op dit moment zit ik bij mijn moeder. Die is een week op vakantie, dus hebben we afspraak gemaakt. Ze heeft een waslijst gemaakt met dingen die ik voor haar kan doen. Als betaling, zeg maar. Voor het feit dat ik hier mag slapen en dat de koelkast vol zit met eten en drinken. Dus ja, ik vind het allemaal wel best zo. En nogmaals, ik vraag me dus echt af wat de rechtbank daar tegen gaat zeggen. En ja, ik herken die rechtbank sowieso niet. Want wie heeft hun God gemaakt? Ik ken maar één autoriteit en dat is God. Ik ben sowieso iemand die al sinds, sinds Pim Fortuyn is vermoord, of sinds Marijnissen niet meer in de politiek zit, echt in de politiek zit, niet meer stemt. Ik vertegenwoordig mezelf. Ik laat me niet meer door iemand anders vertegenwoordigen die gewoon niet van wanten weet. En, of misschien wel van wanten weet, maar op de een of andere manier alleen maar asociale beslissingen maakt. En kijk naar de bezuinigingen. Het is een belachelijk voor woorden. Gooi toch godverdomme die defensie eruit. Punt 1. Heel simpel. En
ga flink snijden in het bestuur. Wij weten zelf al hoe we moeten leven. Daar hebben we echt geen overheid voor nodig die ons even vertelt hoe de vork in de steel zal moeten zitten. Mensen die vaak nog niet eens echt van wanten weten. Dat zien we vaak zat in het nieuws. Dan zegt er weer zo'n ministertje van, ja nee, maar dat wist ik niet. Ik ben niet van op de hoogte gehouden. Ja, dan haal het toch op. Dan zit je daar toch niet op je plek. Dan moet je toch gewoon je mond dicht houden en oprotten. Dus ja, ja. Ik vind het allemaal wel geinig. Ik zie wel wat er van komt. Als je dus nog iets weet voor wie ik tegen kost en inwoning kan gaan werken, ik hou me aanbevolen. Ik ben van huis uit een IT'er, dus een eerste taaier. Dus ja. Ik weet niet wat je daar aan kunt hebben. Ik kan een netwerkje opbouwen en ik kan je helpen met je computer een beetje. Maar dat is echt basics. En ik heb twee handen en een gezond lichaam, dus ik kan keihard werken. Ik zal niet mijn lichaam verkopen. Als dat misschien niet net even zou klinken, maar ja. Tuintje een beetje schoonvegen, je huis op orde houden. Noem maar op, dat soort dingen. Denk daar maar eens aan. En als je daarvoor bereid bent, ik bedoel, ik geloof niet in bezit, dus ik zal je ook niet bestelen of zo. Want dan zou ik weer in bezit geloven. Ik neem alleen wat ik nodig heb. Dus als ik echt honger heb, zal ik waarschijnlijk wel, en niemand kan me helpen, en dan zal ik waarschijnlijk wel een supermarkt induiken en daar lekker appeltjes gaan zitten eten. Laten we hem maar oppakken, daar heb ik weer onderdak. En dan uiteindelijk krijg je, zoals ik van anderen heb gehoord, straatverboden en dat soort shit. Nou oké, dan gaan we naar de volgende stad. Ja, ik snap het probleem allemaal niet, weet je. Mensen zijn zo bang om alles te verliezen. Nou, ik ben alles kwijt en ik voel me vrij. Ik hoef me geen zorgen meer te maken dat iemand mijn spullen jat. Daar hoef ik me totaal geen zorgen meer over te maken. Ja, maar als dit, als dat, als zus, als zo, ja, nou, dat zien we dan wel weer. Mijn moeder is als de dood dat ik ziek word en omdat ik mijn ziektefondsverzekering niet betaal, dat ze me laten kraperen. Nou, dat zal waarschijnlijk dan ook wel gebeuren, want hè, we zijn zo'n sociaal land. Ja, maar je weet zelf ook wel hoe die ziekenfonds wordt uitgekleed. Als je een basispakket hebt, heb je eigenlijk gewoon feitelijk niks. Mag je een keertje naar de dokter. En ze zijn er al mee bezig om de second opinion eruit te gooien. Ik wil. Het slaat gewoon nergens meer op. De hele maatschappij is aan het instorten. En dan zit je maar 's ochtends maandagochtend op je werk te zorgen voor je baas of voor jezelf. En wat levert het je feitelijk op? Een verrotte wereld die steeds harder in elkaar stort. Dus waarom zou je daar nog überhaupt de moeite in steken? Ik denk niet dat we je gemakkelijk iets een ommezwaai kunnen maken. Ja. Want het feit is gewoon zo. We zijn te bang.
om de stap echt te nemen. We durven gewoon niet. We worden gewoon als bange wezels behandeld en we zijn het elkaar feitelijk. Ik bedoel, ja, je kunt natuurlijk heel hard scheuren in je autootje en denken dat je heel stoer bent, maar denk nou, het is gewoon simpel aan. Je moet eventueel morgen naar je werk, of niet, weet ik veel wat je doet met je leven. En dan heb ik het dus echt over mensen die in loondienst zitten, zoals ik al die jaren heb gedaan. Je werkt voor een bedrijf en zoals ik al in een eerder filmpje heb gemeld, dat bedrijf interesseert zich gewoon niet voor je. Stel je voor, je wordt een dagje ziek. Het enige wat ze willen is dat je zo snel mogelijk weer beter bent, zodat je weer aan het werk kunt om te gaan zoeken voor hun centen. Ja, misschien heb je wat collega's die echt om je geven. En misschien heb je het geluk dat jij wel voor een werkgever werkt die wel om je geeft. Maar dat houdt heel snel op als jij van je echte vrijheid wil genieten. Als jij de vrijheid wil nemen om maandagochtend om 8 uur te beslissen dat je niet gaat werken. Niet omdat je niet ziek bent, maar gewoon omdat je wat anders wil doen. Ik noem dat slavernij, maar goed, wie ben ik, hè? En als je dan een uitkering hebt, omdat je, weet ik veel wat, niet in deze maatschappij past, wat op zich behoorlijk gezond is, hoor, wat mij betreft, maar goed. Ja, dan wordt er tegen je gezegd, je moet werk zoeken. Uiteindelijk geven ze wel op, hoor, maar niet voordat er een heleboel druk op je is gezet. En met bedreigingen dat je inkomen verliest en daardoor je hele hebben en houden. Ik heb de eer aan mezelf gehouden. En dat vinden ze niet leuk. En wie zijn ze dan? Ja, de overheid. En die heeft een lening afgesloten, kennelijk, met de bank. Voor je geboorteregister en dat soort shit. Dat soort verhalen. Ik weet niet of ik het moet geloven, hoor, maar ja, dat kunnen ze dan niet meer terugbetalen. En dan kun je zeggen van ja, dus je naait de rest van de maatschappij door niet eraan mee te werken. Nee, de maatschappij naait mij door mij niet vrij te laten. Het is de omgekeerde wereld. En ik werk daar gewoon niet aan mee. De maatschappij werkt niet voor mij, dus waarom zou ik voor die maatschappij werken? Zo simpel ligt het nou helemaal. Dus ja, wat mij betreft ben je welkom om te kijken naar mijn ondergang. Of zoiets. Woensdag 12 juni, 10 uur, in de rechtbank in Arnhem. Ik kan wel wat steun gebruiken, dus ja. Ik hoor je en zie je wel misschien. Misschien ook niet. Ik heb niet zoveel followers op YouTube. Dus als er al iemand komt, ben ik al heel erg blij. Maar als er niemand komt, verwacht ik ook niet anders. Maar het geeft wel aan hoeveel mensen werkelijk om te geven om wat er op deze wereldbol gebeurt.
Dus ik verwacht er eigenlijk weinig. Ik verwacht er eigenlijk geen. Maar goed, ben ik dan weer. Ik ben nogal... van het type... bezie de zwaarste kant van in de kant alleen maar bij te worden. Ik merk het wel. Wat er gaat gebeuren. En als ik nog een filmpje kan maken, dan zal ik erachteraan nog een filmpje maken. En dan zul je horen wat er is gebeurd. Ik ben wel bezig met proberen een of andere duidelijk verhaal te maken van het hoe en waarom. Dus wat ik de afgelopen anderhalf jaar heb gedaan aan filmpjes op YouTube, probeer het te verwerken in een iets korter tijdbestek. Ik vrees dat dat niet gaat lukken. Ik vrees ervoor dat de rechtbank gewoon niet gaat luisteren zoals gewoonlijk. Want ze hebben gewoon scheid aan ons. Ben ik natuurlijk weer te negatief bezig. We zullen zien wat er gebeurt. Ik hoop dat ik je nog op de hoogte kan houden. Niet dat ik vanzelf toe wel van die rare verhalen gewoon weg wordt gestopt. Maar ja, het zou maar zo kunnen. Mijn batterij is helaas op. Dus ik kap het even af. Spreek je later.